Welkom. Leuk dat u weer kijkt naar Gelderland in Beweging. We gaan weer een lekkere les stoelgymnastiek voor u doen. Ik hoop dat u allemaal meedoet. Ik ga vandaag werken met de pittenzakjes. U heeft misschien ook iets dergelijks al bij de hand. En anders kunt u iets van een balletje, een paar sokken, iets anders waar u een beetje mee kunt gooien zonder dat het stuk gaat, even pakken. Of misschien heeft u het al. We leggen de zakjes eerst even neer, want we beginnen met een korte warming-up. We moeten de spieren en alles in beweging krijgen. Dus we beginnen met een wandeling op de stoel. Loopt u maar gezellig met ons mee. We kunnen zo goed oefenen. De benen flink optillen. De bloedsomloop komt dan lekker op gang. De spieren worden warm. De conditie verbetert. Prima om met ons mee te doen vandaag. En dat bereiken we natuurlijk niet in een paar stapjes, dus we moeten even flink doorlopen. Zoals u ziet zwaai ik de armen ook lekker mee. Ik hoop dat u dat ook lukt. En anders doet u het wat rustiger aan. Nog even een klein stukje doorzetten. De laatste metertjes. En dan stoppen we met deze looppas. Gaan we verder met het optillen van één been. We gaan lopen met één been. Dat doen we 8 keer. En dan pakken we het andere been 8 keer. Ik zit helemaal voor op mijn stoel, want als u te ver achter op uw stoel zit, dan lukt het bijna niet. Dus had u er moeite mee, schuif misschien een stukje naar voren. Nog een keer het ene been. En het andere been. Prima. We gaan over naar de voeten, van de hakken naar de tenen. Enkelgewrichten goed soepel. De spieren worden getraind. Allemaal belangrijk om goed in beweging te blijven. Maken we hem iets moeilijker? We gaan tegenovergesteld. De ene teen en de andere de hak. Even een stukje coördinatie. De ene teen en de andere hak. Heel goed. We gaan een oefening doen. We gaan het ene been uitstrekken en de andere arm. En dat wisselen we dan om. Strek en terug en strek en terug. En strek en terug en strek en terug. En 8. De volgende oefening, we stappen uit naar de zijkant en de andere arm gaat naar de zijkant. En 1. En de andere kant, 2. 4. 5. 6. 7. 8. En dan gaan we met het been voor en de arm omhoog. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8 en weer naar de zijkant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heel goed. We gaan nog een stukje lopen, maar dan gaan we niet zomaar lopen. We gaan met hele grote stappen lopen, dus we doen het wat rustiger. Dan moeten we de benen wat langzamer optillen. En de armen langzaam mee. En dan gaan we versnellen. Dan gaan we snel lopen. Alsof we even een sprintje trekken. Dat doen we alleen als we op de stoel zitten. We gaan natuurlijk niet meer echt door het huis rennen.
En weer over naar rustige bewegingen. Alsof we in slow motion aan het rennen zijn. Benen hoog op, armen goed mee. En snel. Ja, heel goed. En we lopen op de tenen. En op de hakken. En op de tenen. En de laatste keer op de hakken. Heel goed. Zetten we de voeten stevig op de grond. We zitten nog steeds voor op de stoel. We hebben ons best ingespannen. Dus we gaan even de ademhaling onder controle krijgen. We ademen diep in. We nemen de armen mee omhoog. En we ademen heel rustig uit. En nog een keer in. En rustig uit. Heel goed. We mogen de pittenzakjes pakken of wat u er dan ook voor in de plaats heeft. Als u niks hebt, kunt u natuurlijk ook gewoon meedoen. We beginnen met het gooien en vangen. Het is wel een beetje gek als je met niks aan het gooien bent. Maar je traint toch de arm als je de beweging mee blijft doen. Het leukste is natuurlijk als u wel iets heeft. Want dan oefen je ook de oog-handcoördinatie. Dan trainen we ook nog meer dan alleen de spieren. Dat is ook allemaal belangrijk. Goed zo. En dan doen we dat met de andere hand. Eén van beide handen gaat waarschijnlijk het makkelijkst. Maar we trainen beide handen. Als u nu de pittenzakjes of sokken of balletjes niet bij de hand had, kunt u op een later moment op de dag dit natuurlijk altijd voor uzelf nog even oefenen. We leggen één zakje even neer en we gaan van de ene naar de andere hand gooien. Gooien en vangen, heen en weer. Probeer het zakje met de ogen na te kijken. Heel goed. En heen en weer. We pakken weer beide zakjes. Dan gaan we proberen om ze tegelijkertijd omhoog te gooien en weer te vangen. Probeer ze maar niet te hoog te gooien, want dan is de kans groot dat het niet helemaal gaat lukken. En dan moet u ze elke keer van de grond pakken. Dus kleine stukjes, zoals u ziet, is helemaal prima. U zult merken dat als u meedoet met de zakjes, dat je de armen best al begint te voelen. Wat zo'n simpele oefening lijkt, is toch een goede training. De moeilijkste gaan we proberen. We gaan de zakjes overgooien van de ene hand naar de andere hand, kruislings. Gooien en vangen. Dus echt een stukje concentratie. Oh, lukt mij ook niet altijd. Prima oefeningetjes om tussendoor zelf ook thuis te oefenen. Ik heb nog een leuke, mocht u een zakje hebben die u op de voeten kunt leggen. Dan kun je zelf een spelletje van maken. Je legt hem op de voet en we gaan hem omhoog gooien en vangen. En vangen. Nog een keertje voordoen. Je legt ze op de voet. En we gaan hem omhoog gooien en vangen. Heel goed. Leuk om thuis te oefenen. We leggen de zakjes even neer. We zitten nog steeds voor op de stoel. En we gaan knijpen in de handen en openen. En knijpen en openen. En knijpen, open, knijpen, open, knijpen, open.
Laatste keer. Open. En dan zwaaien we de armen even los. We zijn heel ingespannen bezig geweest. Even weer de ontspanning in de schouders zoeken. Helpt altijd als je de arm even lekker heen en weer zwaait. Pak even lekker een grote cirkel erbij. Rekken we ons uit. Heel goed. En nog een keertje. Grote cirkel. En heen en weer. En houden we de handen even voor vast. Schouders zijn laag. Probeer niet zo te gaan zitten. Ontspannen in de schouders. En de armen gaan naar zij en weer terug. Naar zij en weer terug. Naar zij. Terug. Zij. Terug. Naar zij. Daar houden we ze vast. De schouders zijn nog steeds laag. En we gaan kleine rondjes draaien met de armen. Dat voelen we al een beetje branden in de schouders. Als het niet meer gaat, mag u natuurlijk eerder stoppen. Als het goed gaat, mag u met me meedoen. En laat ze maar even lekker zwaaien. Dat is altijd het fijnste van deze oefening. Even lekker heen en weer. En nog een keer. We beginnen voor. En zij. En voor. En zij. En voor. En zij. En voor. Zij. En draaien. Denk eraan, hè, de schouders zijn laag. We gaan ze niet optrekken. We proberen die ontspanning te houden voor zover dat lukt met zo'n zware oefening. En laat ze maar lekker zwaaien. Heel goed. Leggen we de handen op de schoot. We trekken de schouders op. Nu mag het wel. En ontspan. En op. En ontspan. En op. En ontspan. En op. En ontspan. Laatste keer. Op. En ontspan. Gaan we nog even staan, want we hebben nu al heel lang gezeten. Even omhoog. Zorg dat je stevig staat. Voordat we beginnen met de oefeningen. Niet gelijk overhaast beginnen als je net opgestaan bent. En we gaan even rekken. Lekker lang maken. En omhoog. Heel goed. Ook altijd goed om even een paar keer op een dag te doen. Even lekker uitrekken. Die appeltjes plukken. Ja. Goed zo. En dan zetten we de handen in de zij. En dan gaan we de heupen even losdraaien. Even alles weer lekker soepel. En de andere kant op. Heel goed. We hebben de voeten een klein stukje uit elkaar. We gaan door het ene been een beetje heen zakken. En dan rekken we een beetje de binnenkant van dit been. En weer op. En naar de andere kant. En weer op. En weer. Goed zo. En deze kant. Op. Laatste keer. Wisselen. Lekker rekken. En wisselen. Goed zo. We houden de voeten in een klein spreidstandje. We gaan niet op de grond zitten natuurlijk. Dan gaan we een beetje met de handen naar de grond. En weer omhoog. Als u niet goed in balans bent, niet meedoen. En we rekken naar de grond. En omhoog. De laatste keer naar de grond. En omhoog. Adem nog even goed diep in. En uit. En in. En uit.
Dan zit mijn les erop voor vandaag. Naar mij komt er nog een collega, daar kunt u ook nog meedoen. En anders voor de volgende keer. Goedemorgen! En vandaag weer een hele nieuwe sessie Soul Swing. Maar u ziet het, ik heb ook de stoel meegenomen. U heeft hem al in meerdere onderdelen gezien. Kan Soul Swing dan ook op de stoel? Jazeker! Soms heeft u een feestje en dan komt u binnen en dan gaan we in een kringetje zitten. Hè? Typisch Nederlands misschien ook wel. Met een kaarsje en een worstje, dat soort dingen. Maar het kan ook anders. En zeker nu u helemaal los bent en de heup al vaak met me gedanst. Dan gaan we iets anders doen. Dus de volgende keer gaan we wat het komende kwartier samen opbouwen. Doen op een feestje. En moeten we maar zien hoe het gezellig gaat worden. Eerst even warm worden. Zet de voeten wijd. En pak de rugleuning van een hoge stoel. Trek stevige schoenen aan. En maak het lekker los. En op. Lekker zij. Lekker muziekje. Gaat-ie. Want muziek verbroedert natuurlijk ons allemaal. Op. En zij. Op. Zij. Op. Zij. Lekker los. En ook denk weer aan die ogen. Ik wil ze zien sprankelen. Ja. Lopen we naar de zijkant toe. Pakken de leuning vast. Op. Zij. Op. Maak de rug recht. Op. Op. En andere kant. Op. En op. Op. En dan gaan we naar de andere kant. En heeft u nu een lage hand waar je voet op kunt zetten bij de stoel? Doe dat. Ik pak hem nu hoog. Maar wees veilig, hè. Zorg dat alles veilig gebeurt. Als dit gaat, prima. Als het niet gaat, pakt u hem lager. Ja? Het belangrijkste is dat die heupen los blijven. Hop. Zij. Op. Zij. Op. Zij. En op. Zij. Op. En wissel natuurlijk naar de andere kant. Gaat hij voorlangs. Zetten we de voeten weer op. Of op de zitting. Of laag. Op. Zij. Op. Zij. Op. Zij. Keurig. En zo beginnen we deze sessie ook. Dus we staan achter de stoel. En we lopen in vier tellen naar de zijkant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Omhoog. 2, 3, 4. Loop voorlangs. 3 en 4. Op. 1, 2, 3, 4. En hoog. Op. 3 en 4. Heel goed. Ja, weer achter de stoel. Neem de knieën nog even mee omhoog. Op. Zij. Op. Zij. Gaat u weer lopen. 1, 2, 3, 4. Op. 3, 4. Hoog. 2, 3, 4. En loop. 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. En hoog. 2, 3, 4. En voorlangs. En mag je gaan zitten. Op. En de knieën op. Kom wel een beetje aan de voorkant van uw zitting. En trek altijd bij de komende oefeningen uw navel in. Dan verstevig u de buikspieren en de rug. Dat is wel zo belangrijk. Op. Zij. Op. Zij. Heel goed. Zijwaarts. Op. Zij. Op. Wijd. Op. Wijd. En op. Kijk maar of u ze kunt kruisen. Wijd. Kruis. Wijd. Kruis. Wijd. Heel goed. Loop maar voor. Let op. Voor. Voor. Terug. Terug. Voor. Voor. Terug. Terug. Voor. Voor. Terug. Terug. Voor. Voor. Neem de armen mee. Voor. Terug. Voor. En terug. Voor. Complete workout op de stoel. 4. 3. 2. En de laatste. Heel goed. Eventjes tot rust komen.
schouders. Op schouders. Keurig. Nou, neem de armen heel even mee omhoog. Adem in en adem uit. Ik moedig u allemaal aan dat u eigenlijk altijd zou moeten dansen. We gaan het ook zingen. We gaan een vaste set maken. Let op, we beginnen met wijd, wijd, terug, terug. Kies uw favoriete voet. Rechts of links, maakt niet uit. Gaat-ie. Wijd, wijd, terug, terug. Wijd, wijd, terug, terug. Wijd, wijd, terug, terug. Doet u maar gewoon mee. Rechtop blijven. U kunt voor extra stevigheid de zitting vasthouden. En we doen het 4 keer. 1. En 2. En 3. En 4. Ja. Nou, als we dat gedaan hebben, gaan we voor en achter. Voor, 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 voor. 1, 2, 3, 4. Dat is hem eigenlijk. Ja, die achter elkaar krijgen we het volgende. Gaat hier. 1, 2, 3 en 4. Naar voor, achter. 1, 2, 3 en 4. Heel goed. En dan komt hij. Gaan we opstaan. Want ontstaande gedeelte gaan we erachter doen. We plakken ze achter elkaar. Ja, we zweven lekker achter de stoel. En 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Voorlangs. 1, 2, 2, 3 en 4. En 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Voor. En 2, 3 en 4. Heel goed. En voor. 3 en 4. Ja. Ja. En dan brengen we de knieën in één keer wijd. Wijd. Stevig staan. Alsof we er een beetje naartoe doorheen vallen. Maar zet de handen aan de binnenkant van de benen. Kunnen namelijk de schouders bewegen. Ja. Dus voor, want zo eindigen we. En 1, 2, 3 en 4. Ja. Om er een beetje drama aan toe te voegen, maak gebruik van uw gezicht. Van, oh, ik val. En zacht. 2, 3, 4. Ja. Laat de diva in u vrij, zou ik bijna willen zeggen. Want natuurlijk gaan we ook zoiets spectaculair afsluiten. Dus, wijd, terug. 1, 2, 3, 4. En weer terug. En dan brengen we de knieën naar de zijkant. Ja, en dan komt hij. Het been brengen we dan langzaam naar de andere kant. En het andere been volgt erachteraan. Doen we ook weer terug. Voor. En terug. Hou vast. Hou jezelf goed vast. Als dit hem is, is dit hem. Zeg van, nou Linda, mag van mij wel iets heftiger. Hé, hey, voor iedereen. 5, 6, 7, 8. Op. Terug. En op. Terug. Omhoog. Terug. Omhoog. En terug. Ja, heel goed. En we eindigen natuurlijk keurig netjes. Nothing to see here. Move along. Ja, heel goed. Hou deze vast. Omhoog. En terug. Keurig. En komen we langzaam omhoog. En lopen we achter onze stoel. Gaan we weer staan. Hou vast. Hoog. Op. En uit. 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 En uit. Uit. Lekker los. Neem de armen mee. En om er een echt feestje te van maken, gaan we alles achter elkaar zetten. Kijk wat u weet. En onthoud hem ook, hè, voor het eerst volgende feestje dat u zelf heeft. Is dit een hele moderne variant van de stoelendans. Zullen we eens gaan proberen? Komt-ie. Adem een keer diep in. En uit. We hebben de feestverlichting aangezet. Slingers opgehangen. We pakken de stoel. En we gaan achterlangs. Samen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Omhoog. Voor. En 2. En 3. En 4. Een extra variatie, hè? U merkt het. 2. 3 en
4 en 1, 2, 3, 4 en hoog en laag. 2 en 3 en 4. Heel goed. En lopen ervoor langs. Zitten. Haal vast. Gaat weer wijd, wijd. 4 keer en 1, 2, 3, 2 en 3. En 4. Van voor naar achter gaat hij. 1, 2, 3, 4. En oh, 5. En los. 2, 3, 4. En hoog. Op. En terug. Heel goed. En de knietjes weer bij elkaar. Niks aan de hand. Dat gaat hem worden. Neem hem hoog. En laag. Ja. Voor. Kruisen. En voor achter. Voor. Op. Voor. Op. Als je zegt van nou Linda, hij mag voor mij nog iets intenser. Neem de benen mee omhoog. Op. 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 En op. Op. Hè? Heel goed, komt hij aan de zijkant. Op. Terug. En terug. Heel goed, nog een keertje. Op. En de andere kant. Op. Heel goed. Omhoog. Hou vast. En lopen naar de achterkant van de stoel. Gaat hij. Op. Zij. Op. Lekker dansen. Lekker los. 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, 1. En 2. En 3. En 4. En voorlangs. En 1, 2, 3, 4. En hoog. Op. Hoog. En 2. 3. En 4. Nou, dan gaan we zitten. Komt-ie. Klaar voor voor. Op. En 2. En 3. En 4. Heel goed. Hou vast, hè. En wijd. Wijd. En val. Heel goed. En dan doen we hem nog een keertje. We vallen niet. We doen alsof. En terug. Zij. Op. Zij. En op. Zij. Nog een keertje. Laatste keer. Omhoog. Op. Zij. Ja. Een hele nieuwe variatie. Voor uw stoel. Ik kan u beloven dat u de stoel voor nu af aan altijd anders zult gaan gebruiken. Dansen blijft altijd belangrijk. Op. Heel goed. Ik wens u heel veel feestplezier toe. Maak er een mooie dag van.